Hallo iedereen en welkom op de 6e episode van mijn creatieve podcast The Pianids. Mijn naam is Mariam en ik ben pianocoach. Via privélessen leer ik volwassenen klassieke pianomuziek spelen. Maar ik heb een passie voor hoeden maken, af en toe een kledingstuk naaien, maar vooral een passie voor breien. In mijn podcast wil ik jullie graag vertellen over mijn creatieve projecten en enkele tips delen en inspiratie uitwisselen. In elk geval bedankt om mij hier te vinden op YouTube en om naar mijn episode te kijken. Voor vandaag heb ik 3 projecten die ik graag wil laten zien en het zijn 3 breiprojecten. De vorige episode liet ik al het truitje zien dat ik aan het breien, dat al afgewerkt was voor mijn kleinzoontje Felix. En ik heb daarbij een passende sjaal gebreid in dezelfde kleuren met de restjes garen van de trui. Maar voor ik het in een pakje zal stoppen en versturen naar Zweden, wil ik het jullie toch graag nog eens laten zien. Dus dit is het truitje voor mijn kleinzoontje. En ik heb er al over verteld in de vorige episode. En daarbij passend heb ik dus een sjaal gebreid. En die is afgewerkt. Ik laat het even zien. Met dezelfde streepjes, dezelfde kleuren. En vorige keer heb ik laten zien dat als je van kleur wisselt in een steek 2 rechts, 2 averechts, als je blijft 2 rechts en 2 averechts breien, krijg je in de kolom van de averechtse steken een klein stukje contrasterend garen te zien. Ik zal dat proberen laten zien. Zie je hier dat klein stukje contrasterend garen? Wel, om dat weg te werken, om dat niet te zien bij de kleurenwissel, brei je gewoon aan de goede kant van je stof de eerste rij met de nieuwe kleur, alle steken rechts. En de volgende toer terugkerend, 2 steken rechts, 2 averechts, 2 rechts, 2 averechts. En zo blijf je die rib behouden. Maar bij de wissel van de nieuwe kleur zie je geen stukje contrasterend garen meer in de kolom van de averechtse steken. Bovendien heb ik het dus lichtjes gestoomd, plat gespeld op de strijkplank, een natte handdoek erop met een heel licht strijkijzer, klein beetje de warmte erop. En wat ik ook zie is de stukjes waar ik gewoon rechts en averechts ben blijven breien, dat die iets smaller uitkomen en waar ik dus telkens bij de kleurwissel die naald rechts heb gebreid, is de sjaal een beetje breder. En ik vind dit wel een leuk effect, moet ik zeggen. Dus deze gaat samen met het truitje op de post richting Zweden en ik hoop dat de trui nog goed zal passen voor de volgende herfst voor Felix. Hij is nu 17 maanden, denk ik, bijna 1,5 jaar. De tijd vliegt en kindjes groeien snel. Zo, dus hier, dit gaat dan op weg naar Zweden. Mijn volgende breiproject is eigenlijk een paar slippers, gebreide slippers of korte sokken. Het is een patroon dat gratis te vinden is op de website Ravelry.com. Ik zal in de beschrijving onder mijn video zal ik het zeker vermelden. Als jullie dat zouden willen breien, kan je het daar vinden. Het is een gratis patroon. De titel van het patroon is Simple Garter Stitch Slippers. En
de ontwerpster Hanna Levaniemi. Of zoiets. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ik zal het vermelden. Dus, hier is mijn eerste afgewerkte slipper. Is helemaal niet zo moeilijk om te breien. Ik heb die gebreid in een... Ik zal natuurlijk ook weer vermelden welk garen dat ik gebruik. Ik word niet gesponsord. Al mijn materialen koop ik zelf. Dat komt van Anel. Dit is het garen dat ik heb gebruikt. Fjord Fin Fine. Op 50 gram zit 153 meter. En het is samengesteld uit 50% wol en 50% polyacryl. Ik heb twee garens tezamen gebreid. De kleur grijs en de kleur blauw. En het is gebreid op twee naalden met heen- en terugtoeren. En nadien pas wordt het dichtgenaaid tot de vorm van een slipper. Dus het platte, afgewerkte, gebreide stuk voor de slipper ziet er zo uit. Hier beginnen, verder gaan en volgens het patroon dat je kan vinden via Ravelry, doe je de minderingen voor de teen en dan kan afkanten. En dan bekom je inderdaad dit lapje. Hoe wordt dat nu afgewerkt? Op het, aan de hiel, deze naai je eerst dicht, zo heb ik het althans gedaan. Dan ben ik begonnen met een haakpen. Heb ik vanaf de teen tot een zekere hoogte op de wreef van de voet dicht gehaakt. En ik kon dan ook passen, ik kon de slipper passen om te zien hoe ver ik wou sluiten, zodanig dat de slipper goed aanhoudt aan de voet. En is heel aangenaam eigenlijk om dragen. Het kriebelt eigenlijk niet, het is 50% wol en 50% acryl. Volgens de uitleg op de website van Anel zou je met dit garen kunnen vilten. En dat zou ik wel eens willen proberen, maar ik had niet genoeg garen om de slipper een stevige portie groter te maken, want bij vilten krimpt alles en dat heb je niet onder controle. Hoeveel krimpt het dan? Dus dat moet allemaal getest worden. Maar in elk geval, ik zal tegen de volgende keer deze slipper afwerken en dan kan ik jullie de beide slippers laten zien. Goed voor in de winter. Voilà, het laatste project, het derde project dat ik graag wil laten zien, is een groot project en zeker voor mij een grote uitdaging. Maar voor ik jullie laat zien waar ik al ben gekomen, wil ik eerst vertellen hoe ik op het idee ben gekomen en hoe ik mij daar dan op heb voorbereid. Wel, in verschillende podcasts op YouTube zag ik dat vele breisters truien en cardigans breiden, maar in één stuk volledig in het rond, op rond breinaalden. En vaak met prachtig ingebreid kleurenwerk. Maar ik ben gewoon van te breien met twee naalden. Heen en terug en met het breigaren, de werkdraad, in mijn rechterhand. Ja, als ik dus ooit voor mijzelf zo'n trui of cardigan wilde breien, dan zat er niks anders op dan te leren breien op rondbreinaalden. Dus via YouTube en via al die prachtige podcasts heb ik mezelf geoefend in het breien op rondbreinaalden. Twee korte punten met een kabel tussen. En met de werkdraad in mijn linkerhand, dat noemen ze continental style. Dat was helemaal niet gemakkelijk, maar ik heb ongeveer anderhalf jaar, denk ik, geoefend. Totdat ik dacht, oké, het zal wel lukken. Dus zover ben ik nu en ik heb gekozen om een cardigan te breien voor mijzelf met een knopenbies in het midden, maar starten aan de hals, volledig in het rond breien, richting naar de zoom, de onderkant.
Ik heb voor dit project gekozen voor wol, omdat er overal in die podcasts wol wordt aanbevolen. Want op het einde van het breiwerk is het de bedoeling om de middenvoor door te knippen. En dat is de eerste keer dat ik dat zal doen. Dus wil ik dit nu doen volgens de regels van de kunst. En ik heb gekozen voor 100% wol. Maar wol kriebelt natuurlijk wel een beetje. Ik ben denk ik niet allergisch, maar je voelt het wel. Om nu zeker te zijn van mijn wol, heb ik eerst getest met één bolletje. Ik zal direct vermelden welk garen ik heb gekozen. En ik heb een proeflapje gemaakt, eerst een kleintje. Dat heb ik dan in gewoon water eventjes gelaten en laten drogen, om te kunnen voelen wat het effect daarvan is. En ik moet zeggen, ja, het prikt een klein beetje. Om dan de stekenverhouding goed te kunnen tellen, heb ik een tweede proeflap gebreid. En deze heb ik eveneens gespoeld met hair conditioner, haarbalsem. En het voelt zachter aan. Het voelt zachter aan. Nu, sowieso 100% wol is voor de herfst of de winter. En dat zal ik toch dragen bovenop een t-shirt of blouse. Ik hoop dat zal lukken. Nu, ik heb dus gekozen voor 100% wol. En dit is de wol die ik heb gekozen. Raumafinol. Deze wol wordt in Noorwegen gemaakt. Goed, de kleuren die ik heb gekozen zijn donkerblauw en wit. Het is het eerste grote stuk dat ik voor mijzelf sinds lange tijd zal breien. En ik heb klassieke kleuren gekozen. Donkerblauw en wit. Ik zal eens omkeren, misschien beter kunt zien. En ik zal nu eens laten zien waar ik al ben gekomen. Ik ben dus begonnen aan de hals. En ik ben nu aan het breien aan de schouderpas, waar dus ingebreide Fair Isle motieven worden gebreid. Het is een enorm geduldwerk. Veel tellen. Het is bijna meditatief, zou ik zeggen. Tellen, 2 blauw, 3 wit, 1 blauw, 2 wit, enzovoort. Nog een voordeel van deze techniek, want je krijgt eigenlijk een cirkel. Je zet dus eigenlijk hier aan de voorkant een aantal extra steken op, wat ze noemen in het Engels een steek, stitches. Eigenlijk brei je een beleg, wat nadien wordt opengeknipt en naar binnen gelegd in de middenvoer. Nu, groot voordeel van deze techniek van top-down te beginnen, is dat je het een keer kan passen onderweg. Ik zal het eens over mijn hoofd trekken. En zo kan je dus zien, gaandeweg, waar je uitkomt. En dit vind ik eigenlijk wel ideaal. Ja, de bedoeling is nu dus verder te gaan aan die schouderpas. In het Engels noemen ze dat round yoke. En te zorgen dat het diep genoeg komt voor de armopening. En dan daarna ga je verder met de body. Steken in de wacht zetten. En daarna de mouwen. Dus voilà, zoals je ziet, het is een groot project. Ik kijk er naar uit om te zien of alles zal passen. Ik noteer alles zeer nauwgezet, zodanig als ik nog eens wil breien. Oh, ik ben vergeten te zeggen, dit is een patroon dat aangekocht is via die website Ravelry.com. En ik heb het cadeau gekregen van mijn dochter. Ik zal het vermelden. Het patroon is Nordbakken Cardigan van Scandier Knits. En ik zal het in de beschrijving onder mijn video vermelden, zodanig dat jullie het eventueel ook kunnen vinden. Dus mijn dochter heeft mij het patroon cadeau gedaan. En nu ben ik aan het breien. Zal ik hier mijn andere cardigan dicht doen, zodanig dat er geen andere kleuren te zien zijn. En hier in het midden kan je perfect zien, dat zijn die extra steken die dan nadien zullen doorgeknipt worden.
Nadat natuurlijk de kanten zijn beveiligd. Heel spannend, moet ik zeggen. Dus, in elk geval, we blijven creatief bezig. Dit is iets voor de volgende herfst en winter. Dus ik ben op tijd begonnen. Want ik besef wel dat nog een tijdje op de breinalen zal staan. Zo, dat waren mijn drie projecten voor vandaag. Ik zal jullie zeker de volgende keer op de hoogte houden van de vorderingen aan mijn Nordbakken cardigan, top-down, in the round, volledig rondgebreid. In elk geval, ik dank jullie heel hartelijk om te kijken. Ik hoop dat je een fijne zondag hebt en een goede start van de nieuwe week. En tot volgende keer. Dag!